Hallo, welkom bij wederom een lijfbezichtiging van M2 Makelaars. Mijn naam is Martin Maranus. Ik sta op deze zonovergoten dag in de Veerse Poort. Nou, het is natuurlijk een schitterende wijk. Recent hebben we daar meer woningen en appartementen verkocht. Hier heb je een hele mooie doorkijk. Ja, architectuur is ook prachtig. Aan de watergang. En het gaat om deze woning. Het is een zeer ruime hoekwoning met garage. Met ook vanuit de woonkamer zicht op de schitterende waterpartij. Alles is natuurlijk fris groen. Nou, daar ligt Middelburg, de stad. Ik kan vanaf mijn positie de Lange Jan zien. De camera is misschien ietsje moeilijker. Maar het winkelcentrum is daar in de buurt. Nou ja, nogmaals, je kijkt hier op de watergang. Prachtige plek. Winkelcentrum de Veerse Poort heel dichtbij. Nou, strandplevier hebben we recent ook nog een appartement verkocht. Dat is een heel liefelijk klein hof. Zeg maar, hier wat bankjes. De leilinden staan in, bijna in bloei. En hier kijken we aan de voorkant van het huis. Het is een behoorlijk breed huis, omdat de garage eronder zit. En daarboven heb je dus ook veel ruimte. Wat de eigenaar me nog verteld heeft, dat de voorkant wordt in mei, dus deze maand, nog fris wit geschilderd samen met de buren. De opdracht is al verstrekt, dus dat wordt nog uitgevoerd. Dan is dat weer netjes wit en strak. Nou, voor de rest onderhoud is allemaal heel goed van deze woning. Hier kun je de eigen auto plaatsen. Hij kan natuurlijk ook in de garage, maar die wordt meestal gebruikt voor fiets en dergelijke. De eigenaar zet de auto wel in de garage, ook voldoende plek voor. Nou, als we binnenkomen, ik gebruik nu even deze route. Die wordt denk ik wel veel gebruikt als je bijvoorbeeld boodschappen gedaan hebt. Kom je gelijk in de keuken binnen. Hier staat de eethoek. Ik heb het even opengemaakt. Normaal heb je er wel de jaloezie hangen voor iets meer privacy. Maar hier kijk je heel mooi zo op het hof, zeg maar, helemaal. Nou, komt een goede lichtinval binnen. Aan deze kant een grote luxe keuken. Ja, je ziet L-vormig blad. Vaatwasser zit erin, gaskookplaat, combioven, koelkast. In een blauwe kleur. Natuurlijk een beetje uitgesproken. Nou, als je dat niet mooi vindt, kun je het laten spuiten of wrappen in een andere kleur. Maar het is gewoon echt heel mooi. Kwalitatief ook heel goed. Grote laders erin. Perfecte keuken. Nou, ik benoemde net buiten al. Hier heb je toch je privacy. Omdat dit op de hoogte is, denk ik, 1,50, 1,60. Je kunt hier heerlijk naar de watergang kijken. Daar heb je een speelplein. En dan heb je hier de woonkamer. Die helemaal tuingericht is. Op het westen eigenlijk. Je ziet een hele grote brede woonkamer met allemaal glas richting de tuin, zeg maar. Dus perfecte zicht op de tuin. Nou, zomerschooi. Het is nu ook nog voorjaar, maar het is lekker genoeg om die pui lekker open te gooien. En dan heb je hier volop zon. Dat is zuid. Hij gaat zo naar het westen om, dus je hebt heel de middag tot 's avonds laat heb je zon. Hier heb je ook een groot zonnescherm. Dat heb je dan ook in de hoogzomer wel nodig, dat je lekker in de schaduw ook kan zitten. Hier is nog een tuinhuis. Natuurlijk heel makkelijk om spullen. En de vrije poort, dus als je de fiets hier wil zetten, kan dat door de poort. Nou, hier is evenals in het huis zo'n mooi venster om naar buiten te kijken door de watergang. Boven zijn de rolluiken. Het is natuurlijk wel lekker als het erg warm is, doe je die naar beneden, blijft het een beetje koel in huis. 's Winters is het lekker stil en donker met een rolluik. Nou, wat details, je hebt hier een stopcontact buiten en een kraan. Dat is natuurlijk altijd handig. Nou, we hebben net de gang naar de keuken gehad. En dit is dezelfde entree waar we net kwamen. En dan kun je ook binnendoor naar de garage. Natuurlijk op zich heel fijn is. Even kijken, hier dit lichtknopje. Deze kant, de auto kan erin. Voor de rest staat natuurlijk altijd veel spullen in de garage. Dat is ook logisch, wordt voor bergruimte gebruikt. Maar heel praktisch en fijn dat die van binnenuit te bereiken is. Toilet. Keurig netjes. En dan hebben we een mooie hardhouten trap naar de verdieping. En hier is een hele ruime overloop. Het wordt tegenwoordig in de bouwbesluit verkeersruimte genoemd. Vanuit de overloop kun je de 4 slaapkamers bereiken en de badkamer. Ik pik er weer willekeurig heen aan de achterkant. Nou, dit is misschien wel de kamer met het mooiste uitzicht. Hier kijk je zo op de Lange Jan en de grote waterpartij. Daar wordt nog de laatste fase van de Veerse Poort gerealiseerd, Veerse Poort 5. Deze kamer is ook weer echt groot van formaat, zoals je ziet. Omdat je om de hoek past hier perfect een tweepersoonsbed in. Voor de rest heb je nog volop ruimte voor kasten of spul. Dus dit is eigenlijk de perfect grote slaapkamer. Omdat het huis natuurlijk vierkant is, heb je nergens schuine hoekjes. Je kunt overal kasten kwijt. Eventueel hoogslapers kan dat ook voor de kinderen. De badkamer ligt centraal op de verdieping met een wastafel, toilet, ruime douche en een bad, compleet dus. Het licht komt van boven. Met een spindel kun je dat raam ook nog openzetten om te ventileren, maar genoeg ventilatie en licht. Hier een hele ruime berging. Je hebt natuurlijk geen zolder, maar deze kamer is eigenlijk best wel groot. En je hebt natuurlijk ook de garage nog. Maar hier staan wassen, drogen. Je ziet de converter voor de zonnepanelen. En veel bergruimte. Deze kamer is nu in gebruik als werkkamer. Nou ja, je ziet hij is gewoon groot. Kan natuurlijk ook perfect een slaapkamer zijn. Gewoon lekker groot. Ook een daglicht van boven. En dan als laatste de master bedroom. Die is helemaal groot. Met extra leuke raampartijen. Eén aan de zijkant waar je zo weer naar de waterpartij kijkt. Grote kastenwand aan die kant. En hier kijk je op het hof, zeg maar. Dus hier heb je volop ruimte in deze kamer en lichtinval. Dus ja, dit is echt wel ruimte noemen. Omdat je natuurlijk boven die garage ook nog de slaapkamers hebt. Dus geen tweede verdieping, maar heel veel ruimte op deze eerste verdieping. Hier hangt de cv-installatie met voor de rest kun je er nog wat spullen bergen weer. Nou, we gaan toch nog even de pluspunten op een rijtje zetten van deze woning. Veerse Poort is natuurlijk een super geliefde wijk. Het is een halfrijstandhuis met veel ramen, ook aan de zijkant. Je kijkt hier op de waterpartij. Heeft een garage, 4 ruime slaapkamers, perfect geschikt als gezinswoning. De tuin ligt ook nog een keer hartstikke goed voor de zon op het zuidwesten. Dus het is eigenlijk een heel ruim, kant-en-klaar en instapklaar huis. Heeft u interesse in dit huis, dan zien we u graag hier nog een keer ter plaatse. Heeft u zelf verkoopplannen, komen we graag bij u langs om een en ander met u door te nemen. Ik wil u in ieder geval danken voor uw aandacht en hopelijk tot snel.